Vorige week verloor Jongheerenveen FC Emmen verrassend bij de Graafschap. Het was de tweede nederlaag dit seizoen. Vanavond wil de ploeg van Jan de Jonge koste wat kost winnen van Jong Feyenoord Excelsior. En Heerenveen begint goed aan de wedstrijd. Rajiv van der Parra krult die bal in de hoek. Maar de redding is er knap van de doelman van Feyenoord, Jordi Dekkers. En zo dus de eerste kans in de wedstrijd voor Jong Heerenveen. Komt op naam van Rajiv van der Parra. Speelde in de jeugd bij Feyenoord, nu dus bij Heerenveen. Bij Jong Feyenoord onder meer Jacob Biseswar in de basis. En Biseswar zet hier goed door. Heeft een uitstekende paas op Marley Bergfans en die rondt het dan af. In de 8e minuut zet hij Jong Feyenoord Excelsior op voorsprong. En Kenny Steppen kan er natuurlijk niks aan doen. Ricky van Haren, ook hij in de basis bij Jong Feyenoord, net als Sekou Cissé. En dus deze Jacob Biseswar. En Biseswar is een plaag. Komt vaak naar binnen, doet dat nu ook. Biseswar schiet dan altijd en wat een geweldig doelpunt van Jacob Biseswar. En na een kwartier spelen verdubbelt hij de voorsprong voor Jong Feyenoord Excelsior. En wederom is Kenny Steppen kansloos. En dan moet ook Quentin Martinez er na een kleine 20 minuten vanaf met een knieblessure. Hij wordt vervangen door Ernesto Simonsson. Vrije trap voor Feyenoord. Van Haren kan dat, doet dat goed. Maar ook een uitstekende redding daar van Kenny Steppen. En zo begint Jong Feyenoord Excelsior sterk aan de wedstrijd. Hebben we Heerenveen in de eerste 25 minuten amper in de buurt van het doel van Jong Feyenoord gezien. Misschien nu. Als Arsenio Valpoort goed doorzet. Valpoort heeft een goede actie. De voorzet is er. Maar dan bereikt hij niemand. En dat is misschien wel het probleem bij Jong Heerenveen. Van der Parra zet goed door. Van der Parra met de inzet. Maar die wordt dan gekeerd door Jordi Dekkers. Een uitstekende doelman bij Jong Feyenoord Excelsior. Jan de Jonge niet tevreden over zijn ploeg de eerste helft. Jong Feyenoord is de betere ploeg. Maar langzamerhand komt Heerenveen wel wat beter in de wedstrijd. Hier zit de doelman er even naast. En het schot van Van Aanholt gaat maar net over het doel heen. En zo dus twee kansjes op rij voor Jong Heerenveen. Valpoort jaagt de verdedigers van Feyenoord goed op. Valpoort. Nog altijd Arsenio Valpoort. Nu een goede voorzet. Geeft hij op Rajiv van der Parra. En die brengt de spanning enigszins terug. 5 minuten voor rust zet Rajiv van der Parra, de beste man aan de kant van Heerenveen, de ploeg op 1-2. En ditmaal is Jordi Dekkers kansloos. En dan eens kijken wat Heerenveen in de tweede helft kan. Het gaat vol in de aanval. Maar als het dan de bal kwijtraakt, moet het oppassen voor de levensgevaarlijke counters van Jong Feyenoord. Want Van Haren kan die bal geven hier op Cissé. En Issoufi, een niet te missen kans, maar hij mist hem wel. Ongelooflijk, springt hij heel slordig mee om. En Jan de Jonge ziet dat zijn ploeg hier goed wegkomt. Maar Jong Feyenoord blijft ook in die tweede helft de betere ploeg. Cissé, hij wordt veel gezocht, is natuurlijk snel. En Cissé heeft dan ook nog eens overzicht. Ja hoor, op Mitchell tevreden. En de speler van Excelsior zet Feyenoord in de 57e minuut op 1-3. En dan heeft Heerenveen nog wel een dik half uur om iets aan die achterstand te doen. Maar het speelt vanavond niet goed genoeg. En dan laat ook Tigpa zich makkelijk wegzetten. Is er weer een kans voor tevreden. Maar wordt hij ditmaal goed gepakt door Kenny Steppen. Hij staat prima te keepen, maar kan aan de tegengoals niks doen. Weer Jong Feyenoord in de aanval. Loke Smit verdedigt goed uit. Maar verliest dan de bal aan Biseswar. Die zorgt voor veel gevaar bij Jong Feyenoord. Biseswar, wat gaat hij doen? Paasje op tevreden. Tevreden beslist hij de wedstrijd definitief. Nee, dat doet hij niet. Want hij schuift hem voorlangs. Maar het ziet er toch echt naar uit dat Jong Heerenveen opnieuw punten gaat verspelen. En dan loopt koploper Twente wel heel ver uit. Twente heeft nu nog een voorsprong van 4 punten. Maar het zullen er ongetwijfeld meer worden. Want ook dit schot van Faisal Shayeste gaat niet tussen de palen. En zo verliest Jong Heerenveen FC Emmen hier vanavond thuis met 1-3 van Jong Feyenoord Excelsior. Voor de tweede keer op rij dus een nederlaag voor Jong Heerenveen. Ik denk dat we het
toch op een bepaald moment toch goed speelden. Maar dan vergeten we te scoren en dan valt hij aan de andere kant en dan wordt het moeilijk. Ja, was Feyenoord vandaag net iets beter, net iets scherper misschien? Nou, ik denk dat ze met de afronding, qua afronding waren ze toch wel scherper als ons. Ja, dat is wel moeilijk voor ons omdat wij niet onze kans afmaken en dan valt hij aan de andere kant. Dus.